Een hele goede morgen. Ik zat even te kijken of dat hij inderdaad het klokje ging lopen en ik goed op live gedrukt had. Zondag, hoeveelste is het vandaag? 25 juli is het vandaag. En het is hier prachtig weer. Mijn naam is Barbara van der Boom. Ik zit in Lexmond en heb een eigen atelier. Dat heet Paper Tree. En mocht je dit filmpje later zien op YouTube, dan is het leuk als je een duimpje geeft of je abonneert op mijn kanaal. Dan kun je ook niks meer missen. Ik ga nu even kijken of ik in de juiste groep zit. Of ik ook inderdaad live ben daar waar ik live wil. Dan moet ik even kijken of dat het al zover is. Oh, ik heb ook al een like. Dank je wel, Sylvia. Ja, daar zijn we. Ik heb hem. Het is altijd even zoeken naar de juiste dingen. Ja, we zijn daar. Dus, ja. Oh, wacht. Ik moet even de dingen weghalen. Die moet even eraf. Zo, beter te zien, hè? Ja, zo. Mijn koffie iets wat aan de kant. Dit kan wat aan de kant. Zo. Ja, deze set won, hè? Ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet spreken. Meadow, goedemorgen Mario. Volgens mij is het zoiets als rustige weide. Betekent het, dacht ik. Mocht iemand het anders weten, ik had het nog op willen zoeken, ik ben het vergeten. Ik heb het ooit opgezocht, maar ik ben het kwijt. Dus die heeft gewonnen van de Koortjes Liefst. Nou, de Koortjes Liefst staat in de mini-catalogus. Die komt echt nog wel voorbij op mijn blog. Bij mij. Ik heb er laatst al een hele leuke mannenkaart meegemaakt voor een vriendin. Dus ik ga hem nu even opruimen. Die daar en die maar even hier. Dat is makkelijker. En dan ga ik mijn stoel even goed zetten. Zo. En dan heb ik even een slokje koffie. Even rustig opstarten. Vandaag. Ik heb niet zo best geslapen. Maar goed, soms heb je dat. En we gaan nu gewoon beginnen. Ik heb er iets wat over nagedacht. Ik heb het een en ander uitgestanst al. Waarvan ik denk, nou, ik heb alles uitgestanst. Zo'n stapeltje heb ik hier liggen. Kijk. Ik denk, dat scheelt weer iets zo meteen. En of ik het ga gebruiken, weet ik ook niet. Ik wil ook iets gaan embossen vanmorgen. Maar we beginnen zoals altijd simpel. Dus ik pak een notecard. Een gewone simpele notecard. Een witte weer. Een basic white in dit geval. Ik pak de wit, toen dacht ik, het is ook leuk om een keertje de andere kleur te pakken. Vanilla. Fairy Vanilla. Doen we een ander keertje. En we gaan hem nu gewoon stempelen. We gaan alleen gebruik maken van de stempels voor deze. Goedemorgen Jannie. Goedemorgen Annelies. Bovien is er. Goedemorgen allemaal. Ja. Jannie vroeg dan straks al niet op vakantie. Nee. Wij zouden naar Spanje eigenlijk vertrekken vandaag. Daar had ik vanaf morgen geboekt. Maar dat hebben we geannuleerd. Ik dorst er toch niet aan. Ik vond het toch. Spanje is rood, wij zijn rood. En toen dacht ik ja. Catalonië is donkerrood. Toen dacht ik ja, wat moet ik daar dan doen? Ik ben niet verzekerd als daar wat gebeurt, want het heeft gewoon geen goed reisadvies. Dus ja, alleen voor noodzakelijke reizen toegankbaar. Dus nee, goed. Wij zijn thuis. We gaan nog wel. Goedemorgen Ellie. Goedemorgen Thea. Margreet is er. Wow. Ik ga gewoon beginnen met die tekststempel. Die vind ik erg gaaf. Die ga ik even kijken. Twee keer afdrukken. Dus ik gebruik de tweede afdruk. Dus ik hoop dat dat goed gaat. Dat wil ik dan nog wel eens vergeten. En dit is de simpele, hè? Gaan we gewoon doen nu. Het is tenslotte van rekening de simpele pyjama zondag. Dit kan je natuurlijk ook heel mooi op je stemparatus doen. Ik had een nieuw. Ik pak even een nieuw. Die vergeet ik. Een schone chamois. Anders kan ik mijn stempels niet schoonmaken. Durf niet te zeggen of dat die heel schoon is, maar hij is in ieder geval vochtig. Goedemorgen Gerda. Dan hebben we die gehad.
Dan gaan we met deze bloem aan de gang. Die doe ik denk ik dan toch in evergreen. In evening evergreen. En die zet ik er gewoon overheen. En ik vraag me af of dat die dubbel zou passen. Dan doe ik hem gewoon dubbel. Dat ga ik gewoon proberen. Nee. Twee, dat past prima. Met z'n tweetjes. Zo. En dan vind ik het wel leuk als die bloemetjes een beetje ingekleurd worden. Dan ga ik even kijken waar ik dat mee ga doen. Ik denk dat ik dat gewoon met een Doppler doe. Die heb ik daarvoor nodig. Mocht je nou geen Doppers hebben, maar je wilt wel de inkt in die kleur. Wat je ook kan doen, dat heb ik in het begin heel veel gedaan, toen ik die dingen allemaal nog niet had. Ik vind het altijd grappig om dat soort dingen te doen. Is wattenstaafjes. Wattenstaafje en dan zo een beetje kleur geven aan je. Wordt iets anders dan dat je dat met een dauber doet. Ik ga ze niet allemaal doen trouwens. Bedenk ik me niet. Ik vind het leuker als er een paar zijn. En deze mogen wel wat lichter. Hier nog eentje. Zo. En dat kun je ook met groen doen natuurlijk. Ook dat soft succulent. Nou, dit geeft niet meer af. Kun je dan gewoon een beetje zo de... Natuurlijk, stiften wordt misschien iets secuurder, minder rommelig, maar het mag wel wat hebben. Vind je niet? Zo. Deze nog even een beetje... Dus mocht je nou niet al die kleurtjes hebben, met je wattenstaafjes kun je een hele hoop. En een inkpad. Je hebt wel een inkpad nodig. Dus die doen we dan weer daar. Dat is dit. Dan gaan we, even kijken hoor, doen we wel iets van een strikje denk ik. Dat vind ik dan wel leuk. Stukje wit. Hier heb ik wit. Iets smaller misschien. Die zo eraan. En dan, ik zei al, ik ga gebruik maken van Nederland, nieuwe Nederlandse teksten. Je hebt het natuurlijk in je eigen woorden. Maar we hebben ook Samen Sterk, die is ook nieuw. En dan vind ik Kusje Erop heel erg leuk. Dikke knuffel wordt het, denk ik. Toi, toi, toi vind ik ook leuk. Waar zat die? Die hoort hierboven. Dikke kus door de brievenbus. Die is ook leuk. Deze. Die doe ik ook in groen. Ja, je kan, Margreet, je kan de chemie ook in de wasmachine wassen. Ik doe hem gewoon wassen met de handdoeken mee. Dikke kus door de brievenbus. Die snij ik even gewoon iets af. Zo. En dan doe ik er een... Even kijken hoor. Een schaartje pakken.
Even het midden. Het is makkelijker als ik er zo even een dingetje geef. En dan kom daar vandaan naar toe. Zo. Dan heb ik nog zo'n mooi tangetje. Maar je hebt vast iets waarmee je een gaatje kan maken. En dan pak ik even een wit touwtje. En doe die doorheen. Dan maak ik hier een knoopje in. En een strikje. Daaraan. Zo. En die plakken we dan hierop bij de dimensional. Moet wel mijn strikje een beetje rond blijven. Kijken of ik die draai er even een beetje uit kan krijgen. Zo lukt hij. Nou, valt hij alsnog op mijn schoot. Even kijken, dan is die zo. Hier doen we hem dan op die kruising, zeg maar, van die twee. Zo. En dan plakken we hem eigenlijk gewoon zonder iets eronder hierop. Dus ze worden niet helemaal schoon in de, dat zwart, dat krijg je er echt nooit meer af. Maar dat rood, dat verdwijnt wel een beetje als je ze in de wasmachine was, Margreet. En dan is dit de eerste. Gewoon alleen stempels. Simpel. Je zou natuurlijk wat designpapier erachter kunnen doen. Je zou ze ook op designpapier kunnen stempelen, denk ik. Ik zou even niet weten welke er geschikt voor is. Maar zo is die. Goed zo. Ik ga deze even schoonmaken. En terugstoppen. En dan gaan we door met nummer 2. Ik wilde wat embossen. Even kijken of ik gewoon een mat heb van een kaart. Dat wil ik eigenlijk al heel lang met deze set. Maar dat komt er gewoon steeds niet van. Deze kunnen we weg. 14,3. Nou wordt het al iets minder simpel, hè, als je het gaat embossen. maar goed, kan nog steeds heel leuk zijn. Dan gaan we even kijken hoor, deze gewoon zo. Ik denk dat ik hem één keer doe, in het midden hier zo. Had er ook een slimline van kunnen maken. Ik ga er een slimline kaartje van maken. Dus dan doen we deze op 7,5. Ik pak even een nieuw stukje papier, dat was groter. 14,3. Ik weet nog niet wat ik erachter doe, maar zo wordt hij dan. Ik vind dat mooier. Ik kan hem ook zo doen. Zo gaan we hem doen. Aldoende, ik ben op andere ideeën. Ik heb op het moment echt wel een beetje last van inspiratieloosheid. Ik weet niet wat dat is. Even dichtbij showen. Ga ik doen.
Even kijken, dit is gewoon witte embossingpoeder. Maar je kan ook kleerembossingpoeder gebruiken. Die kan ook nog ergens staan. Om mijn dingetje om schoon te maken. Even kijken. Heat en stick zou ook leuk zijn. Met goud werken. En dan eroverheen kleuren. Oh jeetje jongens, wat een idee allemaal. In één. Waar is mijn kleerembossingpoeder? Oh hier, dat is niet zoveel meer. Of gaan we voor goud? Ik had er een bol van moeten maken, dat kan ook namelijk. Ga ik een ander keertje doen. Ik denk dat dit niet zo mooi wordt als je dit goud embost. Dus ik ga gewoon voor wit in dit geval. Maakt niet zo heel veel uit. Zo. Dan zet ik ze een beetje verspreid neer. Heel goed en langs kijken. Ja, ik heb gewoon geen puff. Misschien is dat beter om iets te doen. En misschien heeft dat er ook wel mee te maken dat dan je vakantie geannuleerd is. Dat heb ik zelf gedaan. Niemand heeft me daartoe gedwongen. Maar wel dat ik daar aan mezelf denk. Ja. Maar goed, ik presteer altijd het beste onder druk. En dit soort ochtenden moet dan, hè? Dat moet niet, maar zijn wel leuk. Ik ga deze wit embossen, dus ik ga even mijn witte poeder pakken. Even mijn kaartje oppakken. Dan moet ik zorgen dat ik niet op mijn... embossing spul trap. Eigenlijk is dit bakje iets te klein hiervoor, maar goed. We doen het er maar mee. Dus ik ga nou even goed af naast het beeld, want dan heb ik niet alles op mijn bureau liggen, wou ik zeggen. Dus wel. Ik denk dat die grote bloem wel heel mooi goud geëmbost kan worden. En misschien ook wel doen. Met die heat en stick. Hij is hierboven niet goed gepakt. Kak. Dat moet ook zijn omdat ik hem niet goed geëmbost heb. Maar beter wordt hij niet. Terug het bakje heen. Maak even herrie, hè? Niet anders.
Daar gaat hij. Zo, laten we hem even drogen. Dan ga ik even kleurtjes erbij zoeken die ik wil. Niet zo goed naar boven kijken, Barbara. Even kijken. Welke tinten gaan we voor? Ik vind... Nee, geen Poppy Parade. Ik denk soft succulent in ieder geval. Ik ben helemaal weg van polished pink. En dat loopt ook niet in elkaar over mooi. Zullen we voor roze gaan? Ook niet. Zie je, dat bedoel ik. Ik kan gewoon geen keus maken. We gaan gewoon voor geel. En groen. Geel, groen. En roze. We houden het gewoon heel vrolijk. Ga ik zo meteen wel de gold leaf met die andere bloem doen. Even een lepeltje of zo. Even kijken. Ik heb een borstel voor geel nodig. Ik heb iets groens nodig. En ik heb iets roze nodig. Zo. Dan gaan we met groen beginnen, denk ik. Waar is groen? Ja. En dan is het met de blending brushes zo dat je niet te veel. En dan, je kan beter meerdere keren eroverheen. Niet duwen. En dan zo vanaf de zijkant. En zo overheen. En als het goed is, komt dan de tekening van de bloemen wordt dan zichtbaar. Ook goed in die, en als je dan eenmaal een beetje gedaan hebt, dan kun je wel wat harder drukken. En dan kun je het gewoon goed in die naden van die bloemen ook stoppen. Zeg maar. Dat uiteindelijk alleen de stieltjes te zien zijn. De gele open. Dat was dit. Even kijken of dat die ook echt schoon is. Kijken hoeveel inkt die oppakt. Deze is niet zo heel lang geleden nagevuld, zie ik. Ook vanaf de zijkant. Zo eroverheen. Het is meer oranje. Dan weet ik niet of dat ik polished pink daar nou zo leuk bij vind. Dus dan gaan we toch voor pumpkin pie daaroverheen als laatste. Of Cajun Craze. Doe maar Cajun Craze. Wordt het iets donkerder oranje. Zo zie je dat je soms gewoon, terwijl je bezig bent, toch weer andere dingen bedenkt. Andere kleuren.
Een beetje geel ertussenuit. Nog een keer wat groen onderin. Ja, het is nog geen herfst, hè? Het is hier heel mooi weer, dus ik heb nog niet het idee dat de herfst eraan komt. Deze nog een beetje. Zo, dat is hem dan. En dan had ik daar straks van die vlindertjes uitgestanst. Ik denk dat deze wel heel gaaf is om erbij te doen. Die, of misschien wel deze. Zo, ik denk deze. Even op de camera kijken, dat doet altijd weer wonderen. En heb je geen blending brushes, met een sponsje kan het ook, hè? Even eerlijk zijn. Maar blending brushes zijn wel geweldig. Deze zijn wel heel erg goed. Kijk, dan krijg je dus dit effect. Ik zal hem iets dichterbij houden. En dat kun je dus ook met clear, als je een witte achtergrond hebt, kun je dat ook met clear doen. Met clear embossing poeder. En dan kunnen we bijvoorbeeld hieronder vandaan deze laten komen. Zo. Nou vind ik alleen de tekst die hierop staat, die hierop kan, dat is love. Dat vind ik minder. Zo'n kaart ga ik niet heel vaak aan iemand sturen. Dus ik ga heel even kijken of ik iets heb wat hierop past, wat wat wel vaker gestuurd wordt. Kusje erop. Dat is ook niet echt. Een kleine hello zou leuk zijn. Of een kleine hallo. Even kijken waar ik die heb staan. Of ik die ergens heb staan. Dat is natuurlijk ook nog maar een dingetje. Hier heb ik wel een hallo, maar die is te groot. Hier nog iets op voor jou, dat is dan te groot. Een wensbloem, maar staat daar iets op? Sterkte staat hierop nog. Kan dat erop? Daar is die misschien wel weer iets te groot voor, te vrolijk voor. Gewoon hello, een kleine hello. Ik vind het wel leuk om een love kaartje te ontvangen. Ja, dat vinden we allemaal. Alleen, ja, ik stuur dat echt niet zo gauw naar iemand toe. Ik weet niet of jullie dat wel doen. Ja, ik ben niet iemand die dat heel gauw ergens naartoe stuurt. Oh, hier staat misschien ook nog wel. Hi staat hierop. Dat vind ik ook wel een leuke. Liefs. Ja, waar staat die in?
hebben wij als liefs? Ik doe gewoon high. En dat doe ik in... Ik ga voor Calypso Coral. Dat vind ik het mooist bij die. Ja, het lieve van een man. Ja. Ja, ik ook, Thea. Ja. Dus kijk of dat je iets hebt wat erop past. Op zo'n klein labeltje. Dit is het labeltje die in de stansen zet erbij zit. En dan doen we hier ook weer een touwtje aan. Waar is mijn touw? Hier zo. Ik ging er wel een touwtje aan doen. Is dat wel grappig zo? Nee, ik ging er geen touwtje aan doen. Ik ging hem onder de vlinder plakken. Vind ik leuker zonder touwtje dan. Vlinder hier, dingetje hier zo. Zo erop zo. Zoiets. Ja, dit moet hem worden. En de vlinder heb ik uitgestanst uit dat regenboogpapier. Dat glitterpapier. En ik moet eerlijk zeggen, dat is echt... Ik weet niet of iemand dat al eerder gehad hebt. Dat, je hebt wel eens van dat glitterpapier wat je bij de Acetion haalt. En als je daar dan overheen gaat, zit alles onder de glitter. Maar dat heeft dit papier dus echt niet. Okay, dus ik ga deze hier gewoon zo opplakken met een stukje lijm, denk ik. En hier ga ik even een kleine dimensional onder doen, denk ik. Ja, denk ik niet. Doe het gewoon. En die plakken we dan hier zo overheen. Zo. Komt het er zo onder vandaan. Dan gaan we hem op een kaart doen. Dan zit ik even te denken welke kleurkaart ik pak. Ik denk dat ik gewoon voor Calypso Coral ga. Houden het maar gewoon vrolijk. Of gaan we voor groen? Groen is ook wel leuk, denk ik. Doen we een groene kaart? Deze past niet, maar... Of een gele. Kan ook nog. Zoveel keus. Zoveel keus. Veel te veel keus. Nee, dit slaat dood. Dan gaan we toch voor Calypso Coral, denk ik. Zo. Deze denk ik, hè? Of toch de groene. Ga nog een keer de groene erbij pakken. Ook. Hij houdt hem wel lekker fris, namelijk dat groen. Ja, ik ga voor groen. Ik vind groen toch leuker. Even kijken, die snij ik af op 8 centimeter in de lengte. En dan vouw ik hem gewoon even zo dubbel, puntjes op elkaar. In het midden drukken en dan met de boonfolder even aanduwen. En dan moet hij wel recht, hij is nu scheef. Of hij is scheef gesneden, dat zou ook nog kunnen.
Zo. Zo doen we hem. Ja. Die aan de kant. Hier gaat hij op met dimensionals. Grote kan vinden. Het vlindertje hoort bij de die set. De Meadow Dice. Dan plakken we deze erop en dan is dit klaar. Aan de binnenkant moet natuurlijk nog een wit strookje papier. Dat gaan we nog even doen. 14, even kijken, 3. Zo. Die lijmen we erop. Zo, dan kunnen we hier nog een zo'n bloemetje doen. In geel, denk ik dan. Zo, half. En dan is ook deze klaar. Qua kleuren heeft twee compleet verschillende kaartjes. Dan vroeg Margreet net of dat ik nog een keer de dingen wilde laten zien. Ik denk dat ik die gewoon op zo'n hierop doe. Boven, denk ik. Zo, ga ik even de spullen pakken. Die liggen verkeerd. Die gaan hier. Die komen hier. Waar is de wiet- en stiekpoeder? Ik had ook wat lijm doen, hè. Van, tape werkt ook. Tape eroverheen en dan... Dat kan ook. Maar ik zal met de wiet- en stiek nog een keertje doen. Even kijken waar mijn... Heel goed ontvetten. Dat is wat dat dingetje doet. Oh ja, nog een vlindertje aan de binnenkant. Zal ik zo even doen? Ja, niet, dat is inderdaad wel een goeie. Even kijken. Gaan we de heat en sticker op plakken. Ik bedenk, hoe moet ik wel mijn goud even klaarzetten. Bus voorzichtig openen, want anders zit echt alles onder de... Deze weg. Is dicht. Ga ik weer even herrie maken. Okay. Dan zie je hem opkomen. Dan is die heat en stick. Dan leg ik hem hier in mijn bak met Gilded Gold Leaf, is dit, hè? Bak, ik doe het met een kwastje, iedereen doet het anders. Sommigen doen het met een sponsje.
Ik doe het dus met een kwast. Vind ik makkelijk. En dan hoop ik dat hij hem goed gepakt heeft. Ga ik er wel even grof overheen. Het is dus niet geschikt voor elke stempel. Deze is eigenlijk ook al iets minder. Het werkt heel mooi met een two-step stempel eigenlijk. Zoals de Art Gallery is. Want dit is eigenlijk alweer te fijne lijntjes. Tenminste, bij mij pakt hij dat nooit helemaal mooi. En dan is die dit zo. Ik maak de blending brushes verder niet heel erg schoon. Ik heb gewoon voor elke kleur heb ik er eentje kleur. Zeg maar eentje voor rood-roosachtig. Eentje voor geel, eentje voor groen, eentje voor blauwig. Ik heb er 6 in totaal. Ik zie dat ik hier een stukje mis, maar dat plakt ook niet meer. Goed. En ik wrijf ze gewoon heel goed over mijn dingen heen als ik klaar ben. Ik heb wel van mensen gehoord die ze wassen, maar ik heb ook alweer gehoord dat dat alweer niet goed is. Dus ik durf het je niet te zeggen. Ik vind het een lastige. Er toch een Nederlandse tekst op doen. Heel veel geluk wensen, denk ik. Past ook niet netjes. Ga gewoon voor van harte beterschap. En dat doen we dan in Calypso Coral. En dan is die zo. Touwtje eraan, klaar. Ik heb geen Calypso Coral touwtje eigenlijk. Maar even mijn bloemetjes opruimen. Mijn stempels. Zo. Even alle embossing spulletjes aan de kant. Dat embossen is natuurlijk ook gaaf om dat te doen met deze stempelset. Dat lijkt me ook echt die techniek die we net gedaan hebben. Deze, dan heb je echt een geweldige achtergrond. Denk ik. Denk ik. Dus dat is dat heat and stick. Ja, maar één keer verhitten. En dan erop, ja, ik heb het in een grote bak zitten, dus ik kan het er zo opgooien. Niet te lang wachten daartussen. Dus als hij warm is en je ziet hem opkomen, dan gelijk in je... Dan blijft hij namelijk nog goed. Oké, dan gaan we nu nog voor een, denk ik, of niet? Moeten we al naar huis? Even kijken hoor, welke kleur heb ik daar allemaal liggen? Ik dacht, misschien kunnen we nog één kaartje doen met die... met dit spul allemaal. Even kijken, ik denk dat dat wel heel gaaf is op zo'n zwarte achtergrond. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. En dan ga ik even denken hoe ik dat ga doen. Ik denk dat ik een gewone kaart snij. Ik moet even nadenken, jongens.
Ik ben nog live. Mijn dochter kwam even wat vragen, denk ik. 14,8. Ik heb zo een standaardkaart. Maar ik ga even een stuk er zo afsnijden. Dit is 10,5. Dus dan snij ik hem af op 5. Ik snij dit ook door tot... Doe maar even zo. Dit is makkelijker. Eerst zo. Leg ik hem er zo op. Mijn mes hier gelijk met deze. Zo. Dan haal ik die weg. Dan snij ik die eraf. Dan hebben we zo een funfold-achtig kaartje. En dan gaan we gewoon hier een beetje mee spelen. Niks stempelen. Alleen maar dit. En die komt dan aan de binnenkant zo meteen van die andere. Kijk, een beetje zo. Nou, hier is een dingetje niet uit. Bij de stempelset zit een standset, maar die stansen zijn niet hetzelfde als de stempels. Dus je kan degene die je stempelt niet uitstansen, maar wel een hele hoop andere. Waaronder deze allemaal. Even kijken. Dus dan doen we zo... Wel binnen het papier. Hoop ik dat ik er genoeg heb, anders moet ik er nog een paar uitdraaien. Zoiets. Dat is mijn andere vlindertje. Deze doen we dan hier zo op. Even op beeld. De kleuren spatten er wel vanaf. Dus dat is wel goed. Is er nog iets tussen? Heb ik hier nog iets liggen wat ik nog niet gebruikt heb? Misschien nog iets oranjes ertussen. Zou dat leuk zijn? Nee, ik vind het niet leuk. Te druk. Ik denk dat ik het gewoon zo doe. Nou heb ik één ding niet gedaan. Ik heb er geen adhesive tape achter gedaan. Dus dat is wel wat minder. Ik vind dit wat saai. Misschien moet ik hier iets doen. Wat van die tekst misschien in het wit. Of stipjes. Ik ben gek op stipjes. Of die erachter. Of die hier. Die aan de kant. In het wit. Soms... Nog één paar. Ja, zie je, er moet nog iets meer kleur tussen. Denk ik ook. Ik ga ook dit even uittesten. Had ik nou nog een stukje zwart over? Ja, toch? Kijken wat dit doet. Kijk, als ik dit nou niet meer gebruik, de achterkant is altijd nog te gebruiken. Ik ga nog één paars uitdraaien. Even kijken wat ik uit ga draaien dan in het paars. Ik denk... Zo eentje. Deze. Als die past in ieder geval. Die past natuurlijk niet. Dan wordt het... Heb ik nog een stukje paars. Misschien heb ik nog een andere paars ook. Kan ook nog.
Hier. Kijk eens. Nog een lichtere paars er nog even bij. Even mijn haartjes eruit. En ik bedenk, maar doe die witte stippen niet, want er komt tekst op. Die had ik er ook al uitgedraaid namelijk. Die. Zie je? De volgorde een beetje bepalen. Beginnen we hier met een paarse, zo, een blauwe, deze, die, paars, blauw. En dan de tekst er. Goedemorgen Gina, ja, nooit te laat hè, het is vakantietijd. Alles kan op zondagochtend. Terugkijken ook. Gelukkig. Ik ga deze ininkten. Het is altijd een beetje een dingetje. Ja, we hopen dat ze vast blijven zitten. Dat is natuurlijk ook nog wel een dingetje. Deze komt dan zo. Dat is één. Niet te veel ernaast lijmen. Dat is ook nog wel een dingetje. Okay. Twee. Deze dan. Even kijken. Dan kunnen we denk ik het beste die doen. Of die paarse in het midden. Die paarse maar hier in het midden. Oh jeetje zeg. Dat is vervelend dat hij ziek naar huis komt. Is ook een domper op je vakantie dan? Op zijn vakantie dan? Deze doen we hier. Niks ernstigs toch, hoop ik, Gina. Die moet ik boven even afknippen, anders wordt die te lang. Deze komt dan hier. Keelontsteking, oh ba. Ja, dat heerst denk ik een beetje, want mijn dochter heeft, mijn jongste dochter, of mijn oudste heeft daar ook last van al de hele week, pijn in de keel.
Die heeft zichzelf al twee keer laten. Die is al twee keer. Heeft die zich al. Met zo'n thuistest getest. Maar het is echt alleen maar dat. Deze doe ik denk ik nog zo kort hier. Nog iets korter. Zoiets. Zoiets. Pak ik even mijn schaar. Ze heeft niks, geen corona, niks. Maar ja, ze is natuurlijk van de week jarig. Toen kregen we wel wat visite. Dan moet je toch een beetje voorzichtig zijn. Die kan aan de kant, die kan weg. Dan doen we die moeten er nog op. En hier moet nog een tekst op. Maar ook die haal ik niet van de dinges. Ik had volgens mij, dacht ik net, we pakken de tekst van de zonnebloemen. En dan zetten we neer als het past. Dit verdient een bloemetje, maar dat past natuurlijk niet hierop. Een boeketje bedankt. Die past waarschijnlijk ook niet. Nee. Dus deze wordt het niet. En anders wordt het toch thinking of you. Maar... zat er nog iets in samen sterk? Ik ga gewoon voor dikke kussen door de brievenbus. Die vind ik gewoon leuk. Die past wel hierop. We hebben wel wat ruimte over, maar dat maakt niet uit. Ja, ik denk wel dat er iets heerst. Ja. En dat doe ik met... zwarte tekst. Dus ik kan dan een beetje deze kant op doen. Zo. Dan kan zo'n vlindertje. Even kijken hoor. Hier, dit stukje. Zo. Die aan de kant zit ik heel even kijken bij mijn... lintjes. Dat is echt heel gaaf om hier een lintje doorheen te rijgen namelijk. Maar ja, welke kleur doen we dan? Ik heb geen blauw. Namelijk. Niet die kleur blauw, denk ik. Nee. Dat laat ik dan maar iets korter. Dat doen we dan gewoon een beetje zo. Los door de... die moet even beter afknippen. Dan moet ik even een stukje voor houden.
Zo, denk ik. Dan. Alleen die dingen moeten wel recht, natuurlijk. Dat gaat zo vanzelf, denk ik, als ik er een dimensional op doe. De grootte hebben. Plak ik hem zo halverwege aan deze kant, naar onderen en hier naar boven. Dan nog één in het midden. En dan doen we hem hier zo. Zoiets. En dan is die zo klaar. Ja, nog een stukje papier aan de binnenkant natuurlijk. Dat gaan we nog even doen. 4,5. Oh ja, waar is mijn groene vlindertje? Oh hier, die moet er ook nog op. Hieronder een strookje om wat op te schrijven. Zo. Dan gaan we deze nog ergens op de bloemen plakken. Hier denk ik zo halverwege. Ik denk dat dat het mooiste is. Dan weet ik zeker dat hij er ook niet zomaar af kan vallen. Dan heb ik net ziek de hele tijd kleintjes liggen. Hier ook nog kleintjes. Deze hier. Zo. En dan is dat hem zo. Deze. Ja, dan zijn we eigenlijk de ochtend wel door, hè. Moeten we nog even namen noteren zo meteen. Zo, oh ja, hier moest nog een stukje af natuurlijk, want deze is iets te lang, dat past net niet in je, dan past die niet in je envelop. Zo, maar dat is ook niet erg. Die gingen we nog even aan de binnenkant van deze plakken. Hier zo bij. Dat was die en dat is die. En we hebben natuurlijk een labeltje gemaakt. Voor aan een bosje bloemen met het Gilbert Leaf. En dan heb ik geen papiertje liggen om de naam op te schrijven. Dus ik gebruik deze even. Die was toch al dubbel gebruikt vandaag. Even kijken. Ja, hier schijnt de zon ook gelukkig. Prachtig weer hier. Even kijken wie er allemaal, want nou kan ik weer niet helemaal naar boven. Volgens mij heb ik Sylvia, daar begonnen we mee volgens mij. Ik krijg gewoon niet alle antwoorden weer te zien. Dan zie ik hier Ellen staan. Thea. Jannie. Ik weet dat Ellie er was. Ina, Margreet, Bawien heb ik gezien aan het begin, Thea, die heb ik al staan, Ellen heb ik al, Thea heb ik al, Jannie heb ik, Jannie, Thea, Jannie. Gerda was er inderdaad. Ja, stikkenvel. Ja, dat vergeet ik ook. Gina.
Volgens mij heb ik iedereen. Ik ga gewoon vast knippen. Mocht het nou zijn dat je zegt, hé, ik mis die naam. Meld het me dan eventjes. Ik zou bijna een secretaresse moeten aanschaffen. Om deze administratie te regelen. Karin, ja, dat is een goeie. Die zetten we hierboven neer dan. Mario, god, we waren met veel meer, joh. Anneliese. Ina heb ik staan. Ellie heb ik staan ook. Willy. Willy. Welke Willy? Ik ga gewoon vast knippen. Willy de Ruiter. Oké. Ik kan niet alle commentaren altijd helemaal zien. Als ik hier zit. Even kijken. Even mijn bakje pakken. Gaan ze gaan allemaal weer drie dubbel gevouwen daarin. Ik had dat laatste natuurlijk een keertje daarna gedaan en toch vind ik dat niet handig. Dat wordt nooit door iedereen altijd gezien. Dan kreeg Mario spontaan kaartjes toegestuurd. Dat adres had ik toevallig nog. Dus ik blijf het er gewoon na doen. Iets smaller. Deze ook. Ilona. Soms mis ik denk ik opmerkingen. Ik kan niet alles volgen. Volgens mij heb ik nou iedereen erin zitten. Ja. Volle bak vanmorgen dan. Even kijken hoor. Ik kijk naar mijn... Dan ga ik naar kijken. Ik kijk daar naartoe. Daar zie ik geen beeld namelijk. Ik pak daar eentje uit. Heel benieuwd. Tromgeroffel. Wie heeft er gewonnen? Ellen, jij bent de gelukkige winnaar deze week. Ik zorg dat de kaartjes jouw kant op komen. Gefeliciteerd, Ellen. Ja. Het is eerlijk getrokken. Fijne zondag allemaal. En wat gaan we volgende week doen? Dat ga ik zo even uitzoeken en dat zet ik op beeld. En dat zie je zelf voorbij komen. Mocht je nog een voorkeur hebben, spuij hem dan eventjes. Je hebt nog heel even de tijd om mee te
bedenken wat we gaan doen volgende week. Misschien gaan we wel een celebration doen van de week al met Ellen in de, met de stempeldozen. Dus misschien doen we wel iets weer uit de mini en iets uit de jaartalers. Iets wat ik gewoon al heel lang niet gebruikt heb, moet ik gewoon een keertje doen weer. Dat is ook leuk. Jullie zien hem zo voorbij komen. En tot volgende week. Dan ben ik er gewoon weer. Daarna ga ik denk ik wel 2 weken met vakantie. Dan ben ik gewoon 2 weken niet. Goed. Fijne zondag allemaal.